We gaan het over film hebben. Vanaf woensdag speelt Kafar in de Belgische bioscoopzaal. Een animatiefilm, maar dan wel een hele bijzondere, want de auteurs moeten niet alleen de stem leveren, ze brengen de personages ook echt tot leven met speciale technieken. En ik heb twee van de hoofdpersonages bij me aan tafel. Dinara Drukarova, bonsoir. Va parler en français. Wim Willaert, goedenavond. Wij doen het in Nederlands. Oké. Ja. Goed. Zeg eerst eens, waarover gaat de film? De film gaat over drie kleine, kleine mensjes die eigenlijk willen vechten tegen de Duits, maar het noodlot is er. Die krijgen nooit de kans om te vechten tegen de Duits en die worden heel de wereld rondgestuurd. Omdat zij behoren tot een eenheid van de eerste panzervoertuigen ter wereld. Ja, waar ik nog nooit dat was van Belgisch. Gehoord. Dat was Belgisch. Dat waren eigenlijk gewoon van die auto's die al op hun hoogst chassis stonden. En dan met plaatijzer er rond en dan zetten ze de mitraillet op. En dat was dan het eerste panzervoertuig. Maar zoals u weet, aan de ijzer was dat vreselijkig, heel die oorlog. Dus daar konden ze niet vechten. Die reden vast. Dan hebben ze naar de Russen gezonden om de Russen te helpen. Maar zo zijn ze eigenlijk gewoon zonder te vechten hebben ze een hele reis rond de wereld gedaan. En is het waar gebeurd? Het is allemaal gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Ja. Eigenlijk het genie achter de film, Jan Bultheel, er zijn professoren die dat bestudeerd hebben, het AMC, dus die divisie. Zo heet de divisie, ja. Ja, ja. Die dat bestudeerd hebben, hij heeft dat boek gelezen en hij vond dat eigenlijk mooi, omdat je vertelt eigenlijk een verhaal over de oorlog zonder dat zij in oorlog zijn. Ja. Ok. Et comment est-ce que vous êtes tombé sur ce projet? Parce que normalement, vous jouez des films en France. Oui, mais c'est une coproduction avec la France. Et donc, il fallait que le personnage parle en français, il fallait qu'il soit russe. Et la production française a donc proposé ma candidature. Et, voilà. Et vous jouez qui? Je joue l'infirmière que le personnage principal... Jean Mordant va rencontrer en Russie. Voilà. Il y a bien Jean Mordant. Ja. Oui. Okay. C'est une histoire d'amour, voilà. Oui. Qui, très important. Très important. Ouais. Eerst die speciale techniek, Wim. Ja. Wat vertel daar eens iets over, want... Dus we zitten in een zwart hok, een studio, met overal infraroodcamera's. Onze eerste echte ontmoeting was dus met enorm nauw, spannende, zwarte pakjes. Alleen van, ik heb misschien een klein buisje, dat was geen zo'n compliment om mij zo te zien. Maar allemaal witte bolletjes op. En die witte bolletjes worden opgenomen via die infraroodcamera's en de computer. En dan, dat maakt de animatie eigenlijk minder duur. Waarom? Eén keer dat ze een personage goed op die bolletjes geplakt hebben, wandelen zij door alle tekeningen. Dus dan moeten ze al niet meer... tekening per tekening inkleuren. Ze moeten wel nog de handen doen. Dus dat is het eerste deel. Hebben we heel dat verhaal eigenlijk meegemaakt? Hebben wij filmisch, alsof dat een film was, hebben wij dat gespeeld? Met al die dingen op je lijf. We hebben daar beeld van. Laat ons daar eerst misschien eens naar kijken. Stop! Откуда? Documenten! Documenten, documenten. Documenten. Daar. Je viens voir... Muravjov. Rusto! Commandant Muravjov. Rusto, commandant Muravjov. Godverdomme, je kan me gewoon op je boot brengen. Dat fucking stinkt, hè. Dinara, pas de décor, pas de maquillage, pas de caméra. Oui, non. Ça doit être bizarre au début, non? C'est étrange, effectivement, au début, mais très vite. En fait, c'est une sorte de liberté en même temps, parce qu'on joue, mais on n'a pas de contraintes ni de maquillage, ni de costume, ni de la lumière, ni du temps qui fait. On est sur un plateau, c'est comme au théâtre, on joue nos scènes, mais on n'a pas de spectateurs, on a juste les ordinateurs qui nous enregistrent. Et c'est formidable, parce que voilà, on est... On se retrouve comme des enfants. Je parle de ça, j'ai déjà dit, mais c'est comme si on était des enfants qui sont dans la cour de récré. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu le vois, j'avais toujours... Ik heb altijd... Was dat... Is het vertaald? Oui, moi, ze kan mee luisteren, ja. Ze zetten een plank met vier ressorts op en dan vier stoelen. En wij zitten daarop. En het zit daarin zonder bolletjes, want die man niet gecapteerd wordt. Die zit zo'n beetje te schudden met die plank. En plots zit hij daar dus in belachelijke paan op vier stoelen, op zo'n plank. Dus je hebt de keuze, oftewel hier de tijd van te lachen en lukt het niet. Oftewel concentreer je en dan zit je gewoon en zit op het trein. Dat is echt dat is fantastisch om mee te maken. Oké, en zullen we dan eens naar het resultaat gaan kijken? Van die scène ook, hè? Zo.
Стой, стой, стой! Стоп, сказал! Стоп! Кто вы такие? Откуда? Qu'est-ce que tu dis? Документы! Il veut les papiers. Документы, сказал! Документы, быстро! Les documents, ici, ici! Je suis ici pour voir Муравьев! Commandant Муравьев! Ну что ты пиздишь, какой Муравьев? Commandant Муравьев! Вот самый мут! Ой, мне не сэр, мне вот вы не знаете! Я прошу вас, перестаньте, остановитесь! Ja, en is het resultaat dan ook op zich beter? Hoe bedoelt u? Wat je nu te zien krijgt als je het in vergelijking met een gewone animatiefilm, als je het op die manier doet, is dat dan een beter resultaat? Het is anders. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est meilleur parce que on attrape la subtilité de jeu. Rien nous échappe. C'est quand tu joues en la scène et on enregistre et la voix et tes mouvements. Bien sûr, c'est beaucoup plus vrai, je pense. C'est la première fois que vous avez fait ça parce que c'est la technique qu'on prend aussi avec Avatar, oui. Lord of the Rings. Enfin oui, je crois maar que daar c'est... gebruiken ze dat is allemaal maf. Dan gebruiken ze daar om dan in 3D met die techniek kunnen echt. De laatste King Kong is ook daarmee gemaakt. Kunnen fantastische monsters en dan nog loofwaarde neerzetten. En dan is het mooi dat Jan eigenlijk teruggaat naar eigenlijk een 2D, maar heel maf. Het is een heel speciale grafiek. Ja. Maar een keer dat je mee bent, hoort dat van mensen in het begin dat ze zeggen dat is wel een rare grafiek, maar plots zijn ze mee en dan wordt het juist eigenlijk heel mooi en ondersteunt het alle emoties. Zelfs de kleuren dat hij kiest voor de gebouwen erachter, dat helpt allemaal om dat verhaal zo mooi mogelijk te vertellen. Om de liefde zo mooi mogelijk te vertellen, want het is ook een beetje amoureus, hè? Jullie hebben dat daarnet al gezegd. Ja, wel, maar dan wil ik dat dan ook nog zeggen, want ik vind dat altijd grappig om te zeggen. Wij hadden dus een kusscène, maar naast die pakjes heb je dus ook een helm op, met een stok aan, met een camera, want ze moeten de richting van je oog kunnen hebben, want dat kunnen ze moeilijk nadien doen. En dan moeten wij een kusscène doen en dan was dat zo... Klik, klik. Zo, voilà. Je kon niet dichter... Wij konden niet kussen. Ah, oké. Okay. C'est pas dommage. Non, tant mieux. Dat hebben ze dan toch wel gecorrigeerd in de film zelf, hoor. Ja, Lou, Tiga. Comment? Ja, Lou, Tiga. Je comprends pas, hein? Je t'aime. Je t'aime aussi. Wil je hem naar Mimi komen naar Oostende? Aan mijn hotroom. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. C'est pas nécessaire. Dis oui. Dis oui, je veux. C'est une proposition? Oui, oui, oui. Allez. Après la guerre, Jean. Après la guerre. Oui. Embrasse-moi. Ben oui. Magie du cinéma, quand même. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous vous êtes mariée? Il faut aller voir le film pour découvrir. L'histoire se déroule surtout en Russie aussi. Hein. Est-ce que vous êtes contente avec la façon dont le pays est présenté? Je suis contente parce que c'est vrai, tout ce qui est dit. Yann, il n'a pas inventé l'histoire, donc il s'est... Oui, je suis contente parce que c'est vrai. Voilà. Après, c'est... C'est difficile parfois de revisiter l'histoire, de se dire, de ne pas être très fier de ce que tes ancêtres ont fait, mais voilà, l'histoire est comme ça. Il parle bien le français aussi, hein? Oui. Moi, je commence par les flamands. Ouais. Voilà. Vous l'avez déjà entendu en anglais? En anglais? Non. Non? You speak English also. Il est un tout petit peu moins fort. Mm. Comment est-ce? Get in. Ja. So, this is the stuur, hè? That's the stuur. Blue pedal, that's to stop. Eh? That's the frame, for the frame. Eh? And then you have the silver pedal, and that's your embrayage. Okay? Embrayage. Yeah. And the embrayage you use when you go from 1 to 2, of 2 to 3, 3 to 4, of in achteruit, you use the embrayage. Eh? And then the red one here, that is the gas, eh? To give gas. Okay? Mm-hmm. Bien, c'est bien. Vous connaissez Eigenkweek? J'ai entendu parler, j'ai vu les extraits sur Internet, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti en France, mais j'aimerais beaucoup...
Ouais, c'est super, c'est génial. Oui, c'est ce que j'entends de partout. Et puis, pendant le tournage, en fait, tu m'as raconté que tu es en train de faire une série et tu étais un petit peu inquiet. Et en fait, c'est un immense succès. Want de tweede reeks is opgenomen nu? Die is opgenomen, ja. En? Ja, ik ga één voorspelling doen. Wat mijn buik zegt is van, het zal like één zijn, maar met nog een klets erop. Nog een klets erop? En een cliffhanger. Wauw. Om naar de derde te gaan, wat een cliffhanger. Wow. Het is echt waar, hè? Ja, dat is mijn gevoel, dat is mijn buik. Oké, okay, dan gaan er weer heel veel mensen kijken. Quel est votre prochain projet? J'ai un film qui va sortir bientôt, il s'appelle La Supplication de Paul Krugstein. Et c'est une adaptation d'un livre de Svetlana Alexievitch, les témoignages des gens qui ont vécu la catastrophe de Tchernobyl. Voilà. Voilà. Ce sera oui, un La sujet difficile, mais qui me tient à cœur. Je vous souhaite bonne chance. Merci d'être venue, Dinara Dukarova et Wim Willaert. Dank je wel. Goeie avond. Merci beaucoup. Okay.